Harry gaat Hollandse waar verkopen. Dit is Hartje New Orleans, waar jazz en rhythm and blues zijn uitgevonden. Harry's oudste gesprekpartner, Ted Riley, speelde van de zomer trompet op het North Sea Jazz Festival. En ook de man aan zijn linkerhand, de trombonist Lucien Barbarin, toert zomers door heel Europa. Well, guys, I want to show you something from Holland. This is very, very special. Now, jazz, I have a jazz artist for you that you won't believe. Real, real Dutch. Come and sit along with me, Ted, that you can see it well. Lucien as well, okay? Let's go. And let's take a look at our number one player of jazz in Holland. Plays the piano. Pim Jacobs. Pim Jacobs. Pim Jacobs. He is the real number one. Okay. Okay, Ted. Take a look at him. He is our number one in jazz, eh? Pim Jacobs. And he's also doing a quiz show on TV. In 80 days around the world. There he is. You see? That was it. That's Pim. That's Pim. He's playing with the orchestra here. Uh-huh. These are the hands of Pim. Yes. That's Pim. Yeah. Well, how about it, Pim? Pim is what we call playing here in New York, wherever in the world. That's right, California, I knew it. I knew it from the start. Ik heb het weer gehoord. Oh, je weet het nieuws al? Ja. Pim kan spelen in New Orleans, hoor. Ja, grootste succes tot nu toe. Pim wil helemaal niet spelen in New Orleans. Nee, die zal niet willen spelen hier. Vies. Ja, ja. Zeg maar, wat zat jij nou weer door te slaan daar? Wat zat jij daar nou weer al of niet bewust om waarheden te verkondigen? Waarheden. Nederland is geen muzikaal land. Nee, dat zal niet. Nee, Nederland is geen muzikaal land, Harry. Het enige lied wat de gemiddelde Nederlander zonder haperen kan meezingen is olé, olé, olé. Dat vertraagt toch niet zomaar. Ik noem jou een rijtje namen. Ja. Saskia en Serge. Ja. Sandra Rehn. Ja. Benny Nijman. Oh, ja. En dan durf jij nog te beweren dat Nederland een muzikaal land is. En dan laat jij er gewoon bewust, laat jij gewoon eentje weg. Wie? Het Fala Dansorkest. Die laat jij gewoon bewust weg. Het Fara. Weet je wel? Dan ga je al die andere namen noemen. Ja. En Fara Dansorkest gaan we niet noemen. Nee. Nee. Fara Dansorkest. Nee, dat doen we niet. Fara Dansorkest bestaat niet. Gewoon met opzetten, getreiten. Bestaat niet meer. Wat bestaat niet meer? Fara Dansorkest. Het Fara Dansorkest is opgegeven wegens geldgebrek. Meen je dat nou? Ja. Die schoft een beetje. Fara Dansorkest bestaat niet meer. Fara, jongen. Waarom is dat opgeheven? Nou, we zijn. Waarom? Ze hadden geen geld. Geen geld? Voor Hollands cultuurgoed? Omdat er geen centen zijn, gooien we dat zomaar overboord. Ja. Het Fara Dansorkest bestaat niet meer. Zijn ze helemaal allemaal shocker geworden daar? Ja, wat luister nou even. Het staat midden in New Orleans. New Orleans, ja. In New Orleans maak ik me ook zorgen om het Fara Dansorkest.